Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw. Het was, ik denk bij u dat ik toch bij mevrouw... Wacht even, hè. Ik heb enkele weken geleden een das gekocht. Ja. Een hele exclusieve, zo'n paarse. Ja. Die, ik denk 6 centimeter wordt die op het einde, zo'n beetje breder. U weet dat misschien nog wel? Oh, meneer, wij verkopen hier honderden dassen. Ah, ja. Wel, kijk, het is volgende. Ik ben een beetje in paniek, want ik heb een heel belangrijke vergadering met mijn baas. Ja. Maar ik ben al heel de morgens... probeer ik een Windsor-knoop te maken. Want dat is waarschijnlijk een knoop die heel veel zelfvertrouwen uitstraalt. Maar het lukt mij gewoon niet. Ik zit ondertussen al in mijn auto. Maar ik vroeg me gewoon af, kunt u even snel over de telefoon uitleggen hoe dat ik die knoop moet maken? Wacht, ik heb de das al over mijn nek hangen. En dan heb ik, wacht even, links heb ik de dunne kant. Ik ben nog niet aan het rijden, hoop ik. Ja, maar dat is geen probleem, hoor. Ik knel mijn been tegen het stuur en het is een recht stuk, daarom, een lang recht stuk. Daarom dacht ik bel nu en dan win ik wat tijd. Dus ik heb de smalle kant rechts en de dikke kant links. Ja, dat maakt niet uit. Binnenste-buiten. Binnenste-buiten. Binnenste-buiten, ja. Binnenste-buiten. Oh, ja. Oh, momentje, hè. Ja. Oké, binnenste-buiten, ja. Ja, dan doet u de kleine kant over de grote kant. De kleine kant... Wacht, niet te snel, want ik ben wel aan het rijden. Ja, dus, ja. Oké. Okay. Oké, zo. Ja, oké. Okay. En dan? Wacht, klein over de grote, dan gaat u erachter door. Och, je bent zelf zot, jongen. Ja, excuseer, dat was niet tegen u, mevrouw. Ja, dat vermoed ik al. Een man in een BMW die met één hand op stuur en met zijn andere hand tikte met zijn vinger tegen zijn voorhoofd. Allee, ja. Hij zou beter zijn twee handen op stuur houden. Hè. Maar goed, oké, ik heb dus nu gekruist en dan? U kruist dus klein over groot en u steekt dan het lange stuk door de halsring, zal ik zeggen. Ja, oké. Okay. Oei, wacht mevrouw. Ik ga me even aan de kant zetten. Ik moet me aan de kant zetten. Ja, ogenblikje mevrouw. De politie staat hier aan mijn raam. Ja, meneer, zeg, waar zijn wij mee bezig? Ja. Zo bellen achter het stuur, dat mag niet. Hè. Het was een noodgeval. Het was een noodgeval. Ah, noodgeval. Is dat zo? Mag ik de telefoon eens even? Goeiedag, hallo? Ja, mevrouw. Inspecteur Meunier, federale wegpolitie. Mag ik vragen met wie ik spreek? U spreekt met... Ah, oké. Okay. Nu, ik heb eventjes een vraag, gewoon voor de reconstructie van mijn PV. U was met meneer aan het bellen. Waar ging het over, precies? Ik weet het nog niet. Ik moet meneer nog spreken. Want u weet toch... ik vind het een klein beetje vreemd. Het is zo, meneer zit hier in een wagen met een das en verder niks. Wat blief? Ja, helemaal naakt in de wagen, inderdaad. Uw vriend heeft die problemen? Mevrouw, u spreekt met een herenkledingzaak. Ik ken het niet, hè? Oeh. Ah, zo. Maar zij moest gewoon uitleggen hoe dat ik die das moest knopen. Ah, zo. Zij was aan het uitleggen... hoe dat de das geknoopt moest worden. Hebt u die uitleg gegeven aan meneer hoe dat hij zijn das moest knopen? Nee, dat kon ik nog niet, want ik had hier een klant voor mij staan. U spreekt met een winkel. Nu, ik moet zeggen, het is een hele schone das. Op hoeveel komt die eigenlijk? Een das is hier vanaf 70 euro tot... Oh, ja. 80 euro. Maar ja, als dat goede kwaliteit is, dan mag dat die prijs wel hebben. Ja, nu, ik kom misschien zelf wel eens een keer langs na mijn uren. Ah, dat mag. Mag dat in de wasmachine? Want dat is zo'n blinkende. Nee, dat zei hij. Mevrouw moest nog twee dingen zeggen om die knoop... Ja, meneer, die knoop, dat gaan we hier later wel bezien. Hoe dat maar ze had bijna helemaal uitgelegd, die knoop. Ja. Nu, ik zou gewoon willen vragen om in de toekomst geen telefonisch advies meer te geven over dasknopen en zeker niet aan naakte automobilisten. Ja, ik weet niet dat meneer naakt is. Hè. Ik heb dat door telefoon niet zien. Nee, maar ja, toch een klein beetje opletten in het vervolg. Want dat is in strijd met koninklijk besluit is betreffende telefoonadvies over dasknopen en naakte automobilisten. Hè. Ja, nu, ik wil u wel heel erg bedanken voor uw medewerking. En ik kom nog langs, dus tot binnenkort. Hè. Ik zal er wel iets van zeggen dan. Ja, oké. Dat is goed. Dank u, mevrouw. Dag. Oh, goed gedaan. Tot einde. Tot einde, zeg.